Dag iedereen, vandaag is de dag dat ik ga schilderen. Eigenlijk morgen, want wat ik nu aan het opnemen ben is gewoon het kuisen en het klaarmaken van de muur, maar jij ziet het morgen. Anyway, vandaag heb ik dus gekuist. Ik ga nu knippen naar morgen en dan start het schilderen. We zijn dus een dagje verder. Vandaag gaan we alles schilderen. En hij is daar, Arno, haar broer, onkel Jos. Die grote muur wordt wit, wordt nog een klein deeltje in blauw. Maar eerst gaan we een broodrammetje eten en we gaan er aan beginnen. Zeg je, Jos? Ja, ik zeg je, ik ben fertig. Ik heb topverf gekregen van Levi's. Heel makkelijk om mee te schilderen, aangezien dat wij leken zijn. Wij kunnen daar niks van. Maar blijkbaar is dit echt wel top om schoon, efficiënt te schilderen. Dus voilà. Dikke merci Levi's. We gaan eraan beginnen. Wit. Dat moet onder voor jeans, Jos. Toen een keer. Doe eens een defilé. 1, 2, 3. Bonjour. Stefan. Dag meneer. Dat is Stefan de Pa van Ella. Kom jij mee schilderen? Ja, maar jij hebt expertise. Nee, ik kom gewoon niet zitten. En een beetje eten brengen. Wat heb je meegebracht? Tomaten. 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 Voilà. Dat is nog wel goed. Your love is the only way to satisfy. Show me the road where I see the light. Do you believe? Do you believe? When I say no medication. Het wit is bijna klaar. We gaan nu aan dat blauw-groen beginnen. Sorry, heel die onderkant al dat kaki hout. Als accentmuur. Een accentmuur. Ik ben buiten niet filmen. Arno stoort zich al hele voormiddag aan al die letters. Dus we gaan die er even af doen. Jeroen is toegekomen, we gaan een cocktail maken. Iets wat gaan we drinken? Mega veel gin eigenlijk. Mega veel gin. Wat is deze? Dat is zelfgemaakte simpel sirup. Sirup, water en suiker. 1 part suiker, 1 part water. 1 part suiker, 1 part water. Maar is er nog gin? En triple sec. Triple sec. En hoe heet deze? Dat is de White Lady. De White Lady. Oh, per gewoon een citroentje, 20 ml citroen. Dan doe je daar 5 ml sugar syrup bij. Zou dat maken? 20 ml triple sec. 50 ml gin. Een iets frissere gin. Ja. Perfect voor een egg white cocktail. Eiwit van 1 eiken. Even dry shaken. Dry shaken, dat is schudden zonder ijs. Om dat eiwit te activeren zodat dat schuimig wordt. Dan gaat je ijs er pas bij doen, omdat je dat aan het begin doet. Ik ga die eiwit niet kunnen schuimig worden. Oh, sorry daar. Oh, part of the show. Ja, ik heb een beetje een te groot glas genomen. In een normale glas is dat wel vol. Oké, de White Lady. Santé, man. Merci. Schoon. Tamal. De volgende is de Southside. Southside. Wat is dat? De eerste keer dat ik die maak. Nice. We gaan beginnen met... Ja, het is geen echte Jack Daniels. Het is siroop, hè. Siroop, ja, ja. 20 milliliter. 20 millimeter. Millimeter. Milliliter. Sap, die citroen. En last but not least, een goede kluts van 50 milliliter gin. En dat is toch wel? Wacht, jongen. Dat is het kopdrank, hè. Dan blaad ik hem op. 6 van munt. Oh jong! Kijk hoe slepen dat activeert. Activeert de munt. De etherische olie in de munt. Een klein beetje ijs. Oeh, maar dat gaat wel lekker zijn. Cheers. Wel fris, denk ik. Mm. Oh ja. Zuur, maar zo net genoeg zoet. Ja, ja, dat is, ja, je bent een beetje... Je kunt variëren met je simpel syrup. Kom in. Voor iemand die graag alcohol drinkt, is dat wel lekker, denk ik, ja. Je ziet het, manneke. Wat hebben we, manneke? Nice, hè? Vrienden zijn aperitiefje aan het eten, buiten, slaatje maken. Met verse tomaten uit de tuin. Ja.
tomatensalade met halloumi, coppa, een klein beetje manjalica ham, lookbroodjes met parmesan, een beetje peterselie, zwarte pinsen, bloedpinsen van bij Beenhouwer. We gaan ons buiten zitten, op straat, tafeltje buiten, gezellig samen eten. Like, subscribe, klik op dat belletje zo ben je op de hoogte wanneer er nieuwe filmpjes online komen. Tot de volgende keer. Zeker doen! Zeker doen!